Wil jij een koekje erbij? Oh, lekker, dankjewel. Wat een bijzondere expo. Vind je? Ja, vind je niet? Ja, jij hebt die dingen natuurlijk al 1000 keer gezien. Frits Jonker. Hey, Mark. Hey, klinkt wel officieel, maar we kennen elkaar al. Hey, je hebt een expositie. Ja. Wat is daar te zien, man? Ja, het is een... Ik kan het alleen maar een beetje lang vertellen, ik ga het kort houden, maar... Ik heb een heleboel Nespresso-verpakkingen getekend. Ger van Wulfde wilde daar een boek van maken en toen zou een expositie daarvan doen. Maar dat boek is nog niet klaar. En toen die ruimte was afgesproken, toen dacht ik, dan kan ik wel eigenlijk laten zien wat ik naast die Nespresso-verpakkingen heb gemaakt. En dit zijn allemaal tekeningen op de achterkanten van kartonnen verpakkingen. En die Nespresso-doosjes, die kent iedereen, dat zijn langwerpige doosjes. Als je die opensnijdt, heb je 4 van die langwerpige kolommen. Daar heb ik er 1000 voor volgetekend. Maar ik heb ook een paar 1000 andere doosjes volgetekend, zoals hagelslag, kuppensoep. De dingen die bij ons in huis weggegooid werden. En dat hangt hier nu. Ja. Maar het is wel, je moet het mensen uitleggen. Want omdat ik heb die vormen ook allemaal uitgesneden en geknipt. En ook binnen de tekening heel veel uitgesneden. Het is tamelijk maniacaal. Maar goed, ik ben heel blij dat het een keer hangt. Dat mensen weten dat het gemaakt is. Kom je op het idee om die verpakkingen dan te gaan bewerken, zeg maar, en te beschilderen? Nou, ik heb altijd wel iets gehad zowel met dingen die weggegooid worden. Ik heb altijd, als er iets weggegooid wordt op straat ook, dan denk ik, daar had je nog wat mee kunnen doen, dat heb ik al. Maar ik was een keer op vakantie en toen zag ik zo'n stapel voor het oud papier. Ja. En toen viel me ineens op hoe mooi dat karton was aan de binnenkant. Want die buitenkanten zijn vaak lelijk bedrukt, maar de binnenkant is er gewoon ruwe... beige, bruin, karton of grauw, grijs. En al die kleuren vond ik mooi. Toen dacht ik, weet je wat, ik ga eens wat tekenen. Dat had ik waarschijnlijk, had ik wel moeten doen. Maar toen was ik meteen gegrepen. Want je kan er ook niet op tekenen. Het is vaak heel slecht karton. En ik hou van dingen die niet zo makkelijk zijn. Dus dat was de reden. Het begon in de vakantie. Ja. En toen dacht ik, eigenlijk ga ik dit gewoon heel lang doen. Toen ben ik thuis meteen doorgegaan en eigenlijk niet meer gestopt. Maar het is dus moeilijk materiaal om mee te werken. Ja, er zitten vouwlijnen in, er zitten vaak vlekjes op, het kan niet tegen water. Het is ook vaak niet geschikt voor bepaalde stiften. Dus sommige stiften zet je erop of pennen en dan schiet die inkt zo alle kanten op. Ja. En dan, maar ik gooi nooit wat weg, dan probeer ik er toch wat van te maken. En uiteindelijk word je ook heel handig. En, ik vind het gewoon, eigenlijk dat hele proces van knoeien, en dat vind ik heel leuk. Ja, ben je een knoeier? Ja. In plaats van een... Nou, maar je bent ook wel een kunstenaar, toch? Ja, ik vind dat woord, dat heb ik heel lang van me... Nu zeg ik het gewoon. Ik denk, kijk, ja, wat ik maak is... Het zijn geen, tuingereedschappen. Ik maak dingen die mensen kunnen bekijken. Dus dat is kunst. Ja. Maar kunst, als ik bedenk wat ik voor ogen zie als ik aan kunst denk... Dan is het niet wat ik maak natuurlijk. Je hebt wel orders. Hè? Maar het is ook kunst. Ja. Maar eigenlijk vind ik kunst dingen die grensverleggend zijn. Klassieke mensen als Picasso, en dat ben je nu al aan gewend. Maar ik kan me voorstellen dat toen hij bepaalde dingen maakte en je zag dat voor het eerst. Nou, dat is kunst. Dat, ja. Dat is een goede film. Er zijn heel veel televisiefilms, dat vind ik geen films. Een film is Shawshank Redemption of The Matrix. Dat zijn films en dat zijn televisieproducties. En ja. ik zit waarschijnlijk in de sector televisieproducties met aspiraties tot meer. Maar dat komt ook omdat je bijna altijd in series werkt. Wat jij ook doet, er is altijd een seriële vorm. Dus nu meer dan 1000 Nespresso verpakkingen. Wat trekt jou zo aan die seriële vorm? Ja, het proces. Ik vind het wel heel leuk dat je iets begint en dat je dan denkt... Oh, de volgende zou ik zo kunnen doen. En dan dit doe ik niet helemaal goed en dan ga ik bij de volgende wat beter doen. Of een ene ben je zo zat en dan ga je weer wat anders doen. Dus ik ben eigenlijk meer bezig met het proces dan met de dingen zelf. Want ja, ik zou ook niet weten wat je ermee moet doen. Omdat ik zoveel maak, doe ik het in een doos. En dan dat
Ja, nu wordt het aan de muur gehangen, maar dat is de eerste keer. Ja. Ik heb me er al een beetje mee verzoend dat de dingen die ik maak, zet ik op mijn blog en doe ik in een doos. En dat is het dan. Maar ik vind het ontzettend eer dat ik het nu... Nu hangt het allemaal aan de muur. Vind ik ook wel heel leuk natuurlijk. Ja, nee, absoluut. Een paar weken. Ik neem dit even mee. Oh, ja, ja, ja. Sta. Maar ik vind het net een Escher-achtig effect. Dus die wil ik aanschaffen. En deze. In de hoop dat ik ooit in mijn leven zelf ook een beetje bijzonder word. Mensen willen het dus ook kopen, dat merk je. Ja. Nou, wil het hebben? Ik heb nu voor 20 euro verkocht. Dus nou ja, we zijn net begonnen. En wat doet het dan met je als iemand zegt van ik vind het tof om aan mijn muur te hangen? Dit is moeilijk, want ik vind het zijn mensen die ik ken en ik nou, neem maar mee, weet je. Ik vind het ook een beetje gênant. Van, kijk, ik zou heel graag geld willen verdienen aan anonieme mensen, dat lijkt me prettig. Ja. Maar als je je eigen spulletjes moet verkopen aan mensen die je al kent en een beetje knulliger, het is niet mijn vak. Ik zou het liever uitdelen eigenlijk. Oh, oké. Okay. Ja. En wat doet het met je als jij met zo'n serie bezig bent? Want je bent volgens mij, overdag schilder je veel. En dan kom je s'avonds thuis. Huisschilderen, ja, ja precies. Voor de kijkertjes thuis. Frits is ook in te huren voor het betere schilderwerk. Maar dan ga je, heb je je avondeten gehad en dan ga je in je studiootje zitten. En dan? Ja, meestal aan de keukentafel. Aan de keukentafel. Ja, ik teken alle vrije uren vol. Eigenlijk komt het daarop neer. Soms is het een hele dag en soms heb ik een week geen werk. Dan teken ik de hele week. En er is geen enkele beperking. Het is ook niet, ik ben wel voorbij het punt dat ik het niet... Het was wel toen ik jaar 40 was. Toen was het heel moeilijk voor mij om... Als ik ergens heen moest waar ik geen zin had om dan niet te tekenen. Ik wilde zo graag tekenen, maar dat heb ik niet meer. Als ik nu een paar dagen niet teken, dan kan ik wel mee leven. Dat is niet een probleem voor. Nee, dat was wel een probleem. Het is echt, ik ben echt wel... De neiging tot maniacaal gedrag zit er wel in. Maar ja, het voordeel van ouder worden is dat je... Op een gegeven moment appt dat ook, of krijgt het zijn plek van. Dus ik ben nu heel blij met alle vrije uren. En die worden goed besteed, vind ik. En nu hangt het hier. Wat doet dat nou met je? Nou, ik vind ik vond het heel leuk om te zien wat ik gemaakt heb. Want dat je altijd, wat je maakt, dat zie je één keer. Daarna gaat het in een la of in een doos. Letterlijk in een doos. Ja. Nu zag ik voor het eerst wat ik gemaakt had. En dat nou, ik vond het leuk. Toen dacht ik, oh, daar heb ik ontzettend veel plezier in gehad. Sommige dingen vind ik nog steeds mooi. Alleen ja. Ik vond wel, dat ik, als ik het eerder bij elkaar had gezien, had ik sommige dingen niet zoveel van gemaakt. Dat zag ik wel. Is er één werk hier... Waar je heel erg trots op bent en waarom? Nou, ik had per ongeluk één ding meegenomen. Dat is een tekst van Jantine Kroon. Ja. Die had ze op Facebook gezet en ik las die tekst. En ik heb niets met poëzie, maar het was een soort poëtische, droomachtige vertelling. En toen heb ik haar gevraagd, mag ik die op een kartonnen verpakking letteren? Dat heb ik gedaan. En toen heb ik nog een heleboel teksten van haar geletterd en een beetje versierd. En ik dacht dat ik die allemaal apart had gedaan, maar toen ik hier uitpakte met wat ik hier aan de muur wilde hangen, zat er eentje in en daar ben ik echt trots op. Maar dat komt ook omdat het haar tekst is. Dat vind ik dan zo leuk dat ik iets kan doen met een tekst van een ander. Ja. En ook met tekst. Ik ben iemand die echt van lettertjes houdt. Dus, ja, je bent letteraar. Ja, dit zijn eigenlijk allemaal abstracte tekeningen of semi-abstracte tekeningen. Maar dit was een. Ja, als ik dit terugzie, denk ik, dit is veel werk. Daar ben ik gewoon waarschijnlijk anderhalve dag mee bezig geweest. En daar ben ik dan waarschijnlijk het meest blij mee. En wat hoop je dat iemand die hier geweest is mee naar huis neemt qua ervaring? Dat hij thuis aan de keukentafel gaat zitten en meteen gaat tekenen. Dat hoop ik. Ja. Tof, dankjewel, Frits. Ja,